Het is de zomer van het jaar 2020. Ik wil rijk worden. Ik wil, ik wil succesvol worden. Ik wil geld verdienen. Ik wil, ik wil van alles en nog wat. En ik sta op, op om 11 uur. Want ik ben toch geen, ik ben geen ochtendpersoon, weet je wel? Ik ben geen ochtendpersoon. Dus dan, dan kan je wel welke worden om 11 uur. Dat maakt dan niet uit. Ik word wakker. En wat denk je dat de eerste, wat, wat denk je dat de eerste is dat ik doe? Ik pak mijn telefoon erbij, even, even snel op TikTok scrollen weet je wel, of, uh, of op Instagram scrollen, of, of even snel op Snapchat kijken. Dus ik pak mijn telefoon erbij, en uh, gewoon maar voor vijf minuten weet je wel. Na nou, vijf minuten, na nou, vijf minuten, oh nee, dan, dan, uh, dan ga ik echt werken. Dus vijf minuten op mijn telefoon, na nou, vijf minuten, ja, nog vijf minuten. Vijf minuten worden vijftien minuten. 15 minuten wordt een half uur en ik begin een beetje trek te krijgen. Ik denk, ah shit. En op dat moment wist ik nog niet dat mijn, grootste vijand, dat mijn grootste vijand op mij stond te wachten. Dus wat doe ik? Ik krijg een beetje trek, ik loop naar beneden. Ik doe de koelkast open. En ik pak. De melk. En de kruislie. En dan denk je van hè, maar wat is, dan, wat is dan zijn grootste vijand? Mijn grootste vijand was letterlijk mijn ontbijt. Dat, mijn, dat was oprecht al waar mijn dag begon al. Als je dag begi kut begint, dan is het heel moeilijk om dat nog om te draaien. Tom McHebbit zegt het ook van. Het eerste wat je doet in je dag bepaalt eigenlijk al hoe, uh, hoe goed je dag verloopt. Hoe, hoe gelukkig je bent in je dag, hoe uh, productief je bent in je dag, et cetera, et cetera. Dus ik, ik gewoon uh, lekker, lekker melk met. Uh, sorry, yoghurt met Krusli nemen. Volgens mij zeg ik melk met Krusli. Ik bedoel yoghurt met Krusli nemen. Lekker naar binnen werken. En nu ga ik echt werken. Nu ga ik echt. Vandaag is mijn dag. Vandaag is mijn dag. Ik ga. Ik ga... Allemaal. Ik ga iedereen eruit werken. Dus ik Ik, uh, ik start mijn laptop op. Ik voer mijn wachtwoord in. En ik voel me opeens... Ik voel me opeens een beetje, een beetje moe aan het worden. Shit. Ik denk dat ik even uit moet rusten. Hoe kan het nou weer dat ik nu al zo moe ben? Hoe kan, hoe kan dat nou weer? Dus ik... Ik ben, ik ben net wakker geworden en ik ben nu alweer moe. Shit. Wat kan, ik nou, wat kan ik nou doen om het best uit te rusten? Ja, je raadt het al. Potje Fortnite. Dus ik start mijn PlayStation op, ik ga Fortnite spelen. Ja, weet je wel, wat een half uurtje, een uurtje kan helemaal geen kwaad. Dat, dat kan geen kwaad. Dus ik start, ik start mijn uh, PlayStation op. En na een kwartier zie ik dat mijn vriend ook online is, Dus ik invite mijn vriend. Ik ben net, net een beetje warm gespeeld. Ik invite mijn vriend om een potje Fortnite te spelen. En samen spelen we nog twee, drie, vier, vijf uur. En op dat moment wist ik al, toen ik mijn vriend aan het uitnodigen was, wist ik al van oké, okay, ik ga nu, ik ga nu, ik ga nu al langer dan een uur spelen. Dus ik, ik alleen maar Fortnite spelen en ik moet alweer eten. Dus na het eten, na het eten ga ik, echt, uh, ga ik echt succesvol worden. Dus ik open mijn YouTube. Ik ga allemaal YouTube-video's kijken. En diep van binnen wist ik al van: oké, okay, shit, er moet echt iets veranderen. Want dit, zo kan ik niet succesvol worden. En terwijl ik Fortnite zat te spelen, toen was ik, al, was ik oprecht al gewoon aan het denken van. Maar dit hoor ik niet te doen. Ik hoor dit niet te doen. Ik wil, ik wil succesvol worden. Ik, letterlijk, ik wilde succesvol worden. Ik wilde rijk worden. Ik wilde gelukkig worden. Ik wilde, ik wilde van alles en nog wat. Ik wilde, ik wilde echt een goede toekomst voor mezelf. Maar mijn grootste droom, ik had één allergrootste droom. Mijn allergrootste droom was dat ik op het strand kon liggen op Ibiza. Uh, en lekker met mijn vrienden naar een of andere, een of andere nachtclub kon gaan. Uh, al helemaal, helemaal gek ging feesten. Uh, allemaal alcohol drinken. Uh, dronken worden en dat er wel geld aan het verdienen was. Ik wilde passief inkomen. Dat was mijn allergrootste doel. Maar wat ik, wat ik toen niet snapte, of misschien wilde ik het niet snappen, in ieder geval dronk gewoon niet op me door dat ik op dat moment. dat ik er wel hard voor moest werken. Ik, wilde een, ik, ik werkte wel, maar één uur per dag. En weet je wat ik deed? Ik was een podcast aan het luisteren. Dat was mijn, dat was mijn werkuur per, per dag. In de avond, ergens om negen uur s'avonds of zo. Nog even snel een podcast luisteren voordat je naar bed gaat. Dat was mijn werkdag. En Het ging niet eens over print on the man. Het ging over weet ik veel. Over van alles en nog wat. En toen kwam ik een video tegen van, van Hamza. En wat Hamza tegen mij zei was: Als jij. Echt succesvol worden als je je doelen wilt behalen. Als je de top 1% wilt, wilt joinen, dan moet je stoppen met gewoon slechte gewoontes. Dan moet je stoppen met, met videogames, je moet stoppen met YouTube. Je moet, je moet stoppen met gewoon goedkope, um, goedkope dopamine achterna gaan. Hij legde mij uit dat als je um, stel, stel, dit is je baseline van dopamine. En je, en je blijft bijvoorbeeld, je doet alleen maar slechte dingen. Je gaat bijvoorbeeld gamen, um, van alles en nog wat. Je doet allemaal slechte dingen, je eet, je eet slecht eten. Dan, ga, dan heb je heel even een dopamine piek. Maar pieken hebben we ook dalen. En dat daalt net iets onder de baseline. Dit betekent dat je minder gemotiveerd wordt en minder gelukkig bent. En toen ik dat, toen ik dat hoorde dacht ik van, ah shit, ik moet nu, echt, nu moet ik echt stoppen met gamen. Ik moet stoppen met, met alles, al het slechtste wat ik aan het doen was. En vanaf dat moment is het echt. Dat moment heeft, heeft echt mijn leven veranderd. Dat was, denk ik, een jaar geleden of zo. Um, en dat begon eigenlijk allemaal bij een, bij een ochtendroutine. Mijn ochtend. Oprecht, als ik deze ochtendroutine niet had gedaan. weet ik niet of ik, of ik hier nu had gezeten. Of, of jij deze video nu aan het kijken was. Um, mijn ochtendroutine. Je, ochtend, je moet je beseffen dat je ochtendroutine is letterlijk het begin van je dag, een ochtendroutine bepaalt de rest van je dag eigenlijk. Dus wat is het eerste wat ik doe als ik wakker word? Ik haal de tape eraf die op mijn mond zit. Dus als ik wakker word, heb ik tape op mijn mond zitten, omdat ik uh, gewoon eigenlijk heel veel mensen die ademen door hun mond als ze uh, aan het slapen zijn. Nou, twee dingen. Dit is ten eerste heel slecht voor je gezondheid, omdat door je mond ademen, nou, immuunsysteem van alles en nog wat, en uh, je kaaklijn. Ik, uh, hoe heet dat? ik was toen ook uh, net begonnen met uh, mewing. Well, dat, nou, dat is gewoon dat je, uh, de, dat je je tong tegen de bovenkant van je gehemelte aandoet, waardoor je kaak strak uh, wordt. Ik kan er nog een hele video over maken als je wilt. Maar heel simpel, het is ook maar 4 euro. En uh, je moet het gewoon op, op je mond doen. Het is gewoon helemaal veilig. Dus stel dat je uh, waarschijnlijk valt de eerste paar de nachten, <laughs> valt het er sowieso af dat ik al, al even volgens mij oprecht iedereen dat de eerste. Uh, Nachtelijk afval, maar na een tijdje dan merk je dat het, dat het er af en toe op blijft zitten. Hmm. De tweede dag doe ik mijn bed opmaken. Nou, uh, het is niet per se dat het me heel veel boeit of het er mooi uitziet of niet, maar het is gewoon meer, uh, je hebt een kleine win. En een kleine win zorgt dat je, dat je uh, voor een beetje dopamine, maar dit is een soort, uh, dit is uh, dopamine waar je ook oprecht iets voor moet doen. Wat dat betekent, is dat je extra motivatie krijgt. Um, om om uh, gewoon de rest, de rest te doen. Uh, het derde wat ik doe is wat water drinken. Heel simpel. Wat water doet. Uh, je bent, nou ja, je weet wat water doet. Maar ik bedoel, je bent negen je uur gedehydrateerd. Letterlijk, je bent negen uur gedehydrateerd. Je hebt negen uur niks gedronken. Dus dat is wel lekker om wat water te nemen. Uh, Want water kan ook... Als je water op een lege maag drinkt, kan ook je darmen reinigen. Nou, hartstikke lekker natuurlijk. Um, en het voelt gewoon frisser. Je krijgt er je krijgt gezondere uit. Wist je trouwens dat 75% van je spieren bestaan uit water? 75% Dus meer water is ook meer, uh, meer spieren. Nou, wat, uh, wat kan je nou... Even een snelle, snelle hack. Als je nou weer wilt dat je meer water drinkt. Um, heel simpel. Zet gewoon een fles neer op je, op je bureau. Of gewoon op een plek waar je het vaak tegenkomt. Dan drink je ook automatisch meer water. Um, het vierde dat ik doe. En dit, deze vind ik echt heel belangrijk. Uh, ik heb dit. Even kijken. Ik ben dit één of twee maanden geleden gestart. En ik ga, ik ga dit oprecht nooit meer, nooit meer stoppen uh, hiermee. En dat is zonlicht. Zonlicht in de ochtend. Uh, ik heb dit van Andrew Huberman. Dat is uh, een of andere neurowetenschapper met, uh, hoe heet dat? Uh, in ieder geval een heel slimme guy. Um, en wat hij doet? Hij, hij zegt gewoon van ja, als je uh, zonlicht in de ochtend ziet. Dus gewoon echt door je ogen. Dus je moet echt naar de zon kijken. Um, maar niet, niet direct in de zon trouwens, maar dat leg ik zo uit. Uh, in ieder geval het zorgen dat je minder depressief wordt. Minder angstig. Um, vitamine D. Je hebt een positieve uh, stemming, meer energie, betere concentratie, hoger testosteron. Uh, van alles en nog wat. Hetgene wat, nu, uh, gewoon wat ik het belangrijkste vind is. Zoveel mensen hebben. Ik denk oprecht 50% van de mensen in Nederland hebben vitamine D-tekort. Waarom? Heel simpel. Uh, sowieso in de wintermaanden natuurlijk, nou, dat is logisch. Maar mensen gaan gewoon niet meer naar buiten. Uh, wat doet vitamine D? Maakt je gelukkiger. Het is uh, beter voor je gezondheid, voor je testosteron. Um, nou, het, het, vitamine D is oprecht denk ik een van de belangrijkste uh, delen van je lichaam. Voor geluk en positieve stemming weet ik veel wat, van alles en nog wat. Nou, testosteron. Um, ja, nou, eigenlijk hetzelfde. Testosteron is letterlijk het hormoon dat, dat jouw man maakt. En testosteron is echt, testosteron is echt zwaar aan de dalen, hè? het dalen. Uh, volgens mij daalt het gemiddelde aantal testosteron met 2,5% per jaar. Laat me dat nog één keer zeggen. Testosteron daalt met 2,5% per jaar. Testosteron maakt je gelukkiger, minder emotioneel. Het geeft je energie, het geeft, het geeft je spieren, het geeft je sterkere botten. Um, het maakt je competitiever. Gewoon letterlijk testosteron maakt je gewoon een man. Als jij, als jij geen testosteron hebt, dan ben, je gewoon, dan ben je gewoon een vrouw. Dan heb je oestrogeen. Nou ja, zelfs vrouwen hebben testosteron trouwens, maar wel veel minder. Um, en wat ik doe met mijn ochtendwandeling. Ik ga gewoon zonder mijn telefoon naar buiten. Ik neem alleen mijn sleutel mee. Ik, ik trek gewoon mijn kleren aan en ik, uh, ik neem mijn sleutel mee en ik ga naar buiten. Uh, ik merk ook dat dit echt een zieke effect heeft gehad op mijn slaap. Maar echt, stel, uh, want dat is uh, een heel, heel lang verhaal. In ieder geval als je uh, wakker wordt en je kijkt in de zon, dan uh, activeren er cellen in je brein. Uh, dit heb ik ook van Andrew Huberman trouwens. En. Uh, als je cellen activeren, dan uh, wordt je uh, biologische klok wordt geactiveerd. En dan wordt er een bepaalde stof, melatonine. Uh, misschien heb je wel eens van die slaappillen ervan gezien of zo. Die, die werken trouwens helemaal niet, maar uh, ander verhaal. Uh, in ieder geval, dan wordt melatonine wordt geactiveerd. Um, hoe leg je dit uit? Oh ja, dan wordt je melatonine geactiveerd. <laughs> en uh, dat, dat geeft dan een sign over, uh, weet ik wel, 18 uur, 14 uur later, uh, naar je hersenen: van oké, okay, het is nu tijd om te slapen. En oprecht, daardoor val je zoveel sneller in slaap. Dit is echt. Toen ik, toen ik hier achter kwam, toen, toen was ik oprecht gewoon een beetje, beetje in shock. Toen ik, toen, ik, als ik, toen ik dit een week geprobeerd had of zo, viel ik oprecht gewoon in 5 minuten in slaap. Vijf minuten. Elke nacht. Hè? Dus stel, stel ik, ik weet niet, ik heb dit voor 3, 4, 5, 6 weken nu geprobeerd. En ik ben gewoon consistent in vijf minuten in slaap gevallen. En dat is echt ziek. Mm. Dus wat ik zeg, uh, zonder je telefoon. En je moet niet direct in de zon kijken, want dat kan natuurlijk weer je ogen uh, pijn doen. Je kan ook niet uit het raam naar de zon kijken. Je kan je, kan je lampen niet aan doen, dat heeft geen nut. Het is, je moet, je moet gewoon naar buiten, zonder zonnebril, naar de zon kijken. Als je door het raam naar de zon kijkt, gaat het 50, 50 keer trager. Uh, ja, Met een zonnebril het heeft het ook geen nut. Ik weet niet precies, volgens mij is dat oprecht 200 keer trager of zo. Um, en stel dat je echt niet naar buiten kan, dan moet je echt een speciale, speciale licht of zo hebben. Dan moet je, um, zo heet dat. Van die studiolampen. Die heb je dan nodig. Dus wat ik daarna doe, dan, dan kom ik weer thuis. Ik heb net, net terug van mijn 15 minuten. Je hoeft, je hoeft trouwens maar 10 minuten, 15 of misschien. Ja, sorry. 5 tot 10 minuten te wandelen. Um, en dan, dan worden je cellen al geactiveerd. Het ligt natuurlijk ook aan hoeveel de zon staat. Stel, het is een wat, wat donkerdere dag, dan ga ik misschien 15 minuten wandelen. Um, en het volgende dat ik dan doe, als dan kom ik weer thuis, uh, dan ga ik even, even gewoon tien minuutjes mediteren. En mediteren is oprecht. Ik ben nu denk ik één jaar bezig met mediteren. Mediteren is, is hetgene dat mijn leven oprecht het meest heeft veranderd. En ik, er is een beetje, ik merk dat er een beetje haat is, een soort van naar mediteren. Ik merk dat mensen, mensen het een beetje raar vinden ofzo. Maar jij bent hier degene met, met de slechte gedachten. Jij bent hier degene met de negatieve gedachten. Jij bent hier degene met, met die zich kut voelt. Jij bent hier degene met zelfordniging. Ik niet. Zal je ook ik wat ik bedoelen? Mediteren. Uh, mediteren maakt. Uh, jij bent hier de. Mensen, mensen uh, kunnen oprecht hun verslavingen gewoon fixen door te stoppen met mediteren. Mediteren. Uh, Laat je ook beter slapen, trouwens, dieper slapen. Uh, het is beter voor je impulsen controleren, voor uh, je emoties. Gewoon letterlijk voor je mentale gezondheid. Uh, het is gewoon oprecht, mediteren is gewoon een glitch in de game. Mediteren is gewoon de glitch in de game om succesvol te worden. Stel de game is, doe is om succesvol te, wor te worden, dan is mediteren is gewoon de glitch in de game. Um, Even kijken, ik heb hier allemaal dingen opgeschreven. Je impulsen controleren, zoals ik al zei. Minder stress. Uh, betere concentratie. Minder negatieve emoties. Uh, creatiever. Betere slaap. Een beter immuunsysteem. En een gevoel. Een goed gevoel uh, van welzijn. Nou oprecht. Als je, als je dit niet wil, dan weet ik het ook allemaal niet meer. En het is maar 10 minuten van, van je dag. Hè? En nu, nu kom je waarschijnlijk met allemaal excuses in je hoofd: van ah, ik, wil, uh, ik heb geen tijd. Ik heb geen tijd om te mediteren. Laat me jou zeggen, als jij zegt dat je geen tijd hebt om te mediteren, dan moet je juist langer mediteren. Stel, stel je zegt van, ik heb geen tijd om 10 minuten te mediteren, moet je 30 minuten mediteren? Je ervaart oprecht, je kan zoveel. Mijn, mijn werk is daardoor ook, mijn productiviteit is zoveel beter geworden door mediteren. Um, dan heb je nog visualiseren. Uh, dit is iets dat ik oprecht misschien twee drie weken mee ben begonnen. Uh, ik heb dit van de cursus van Hamza, de Hamzas productiviteitscursus. Uh, hij zei gewoon van ja, uh, je hebt visualiseren. Je hebt twee soorten visualiseren. Je hebt uh, succes visualiseren, dus gewoon dat je gewoon letterlijk je ogen dicht doet en nadenkt over uh, hoe succes, hoe je hoe het succesvol bent. En uh, nou, van alles en nog wat. En je hebt uh, het visualiseren dat je niet faalt. Dus je moet nu bedenken van waar, waar ga ik falen bijvoorbeeld. Uh, stel, dat je, stel dat je echt een keer koud wil douchen bijvoorbeeld. Maar het lukt je gewoon de hele tijd niet. En nu, ga je, uh, nu sluit je je ogen. En dan denk je, van, denk je gewoon na over hoe het eruit ziet als het je wel lukt. Dus wat je moet doen, je moet nadenken van waar, waar ga ik vaak de fout in. En dan moet je visualiseren dat het goed gaat. Mm. Even kijken, ja, en heel veel mensen die denken dus van, uh, dit werkt niet of dit is, dit is bullshit. Maar heel eerlijk, wat gebeurt er? Stel dat je, stel dat je nu aan iets, iets seksueels denkt. Stel, stel dat je aan, weet ik veel, stel je allemaal vieze gedachten nu. Wat gebeurt er? Je pik wordt slijf. Dus dit is ook iets wat, dit is iets wat Andrew Uberman zegt. Dit zegt Hamza. Dit, zeg, dit zeggen zoveel mensen dat dit werkt. En, en jij zit hier met je, met je niet-succesvolle reed. Zit je hier, hier met allemaal excuses te maken dat het niet werkt? Als jij, als jij niet succesvol wil blijven, dan blijf jij niet succesvol. Dat is helemaal prima. En het laatste wat ik doe. Het allerlaatste is vier uur, vier uur echt diep werken. Dus hier gaat scripten, um, gewoon, weet ik scripten, gewoon een script schrijven, mijn um, tekst bijwerken voor YouTube. Um, misschien nog wel alvast een, een video even opnemen of zo. Um, en dan denk je misschien, maar waar, waar gaat hij eten, waar poetst hij tanden, waar gaat hij douchen? Dit doe ik allemaal later oprecht. Um, Even kijken, bijvoorbeeld eten. Ik vind het gewoon niet chill om te werken op, uh, op een volle maag. Dit is ook wel, dit is wel logisch, want stel, uh, stel dat je wat eet, nou ja, dan gaat je lichaam natuurlijk verteren. Um, en verteren is oprecht een van de meest grote uh, processen in je lichaam. Pro uh, en ik wil gewoon niet dat als ik, als ik aan het werk ben, dat ik dan zo'n groot proces. Bezig is binnen in mijn lichaam. Hetzelfde met slapen. Ik, ik, wil, ik vind het ook niet chill om drie, vier uur te eten voordat... Uh, sorry, om twee uur te eten voordat ik aan het slapen ben. Ik houd het altijd tot drie, vier uur. Mm. Nou ja, ik, ga, ik, ik poets al mijn tanden na het eten en dan ga ik ook gelijk douchen. Um. En oprecht, dit, deze ochtendroutine heeft mij oprecht minstens tien keer productiever gemaakt. En, en <laughs> dat is ook niet heel, heel onlogisch als ik... Letterlijk alles wat ik deed was één uur podcast. <laughs> maar oprecht, misschien heeft dit me oprecht wel honderd keer productiever gemaakt. Deze, deze ochtendroutine heeft mij geholpen met verslavingen. Dit, dit. Wat deze ochtendroutine voor jou, voor jou kan doen, is echt niet normaal. Als jij nu uh, denkt van: oké, okay, ik ben gameverslaafd. Als jij nu denkt van. Um, ik wil gewoon iets ergens mee stoppen waar ik nu de hele tijd mee bezig ben, maar ik heb gewoon, ik heb gewoon niet genoeg discipline om ermee te stoppen. Dan wil deze ochtendroutine 100% jou helpen. En ik weet dat het een beetje, een beetje veel is, misschien. Dat het een beetje veel is om tegelijk allemaal te implementeren. Uh, dus ik heb ook wel even een actieplan voor jou gemaakt, um, met de eerste gewoon met, met drie stappen. Uh, dus eigenlijk zijn het drie verschillende levels, dus stel, uh, stel je hebt het eerste level nog niet voltooid, dan ga je ook niet daarna naar het tweede level en daarna naar het derde level. Dat is gewoon onlogisch. Je gaat bijvoorbeeld um, hetzelfde in een game. Stel, stel je speelt een game en je zit op, uh, even kijken, je, zit, je bent level 1 is dat je de kippen moet doden. Je gaat, je gaat niet gelijk de draak verslaan. Dat is gewoon onlogisch. Je zet rustige stappen. Eerst de kip, dan de koe, dan de burger, dan de boer, dan de zombie. Ben je ik veel? Gewoon, dan het monster, dan de grote draken. Rustige, je moet gewoon kleine stapjes zetten. En die kleine stapjes, die hebben echt een exponentieel effect op jouw, op jouw leven. Dat, dat kan ik je nu al garanderen. Dus stap 1, gewoon level 1. Is om, te om gewoon twee dingen: mediteren en gezonder eten. Als je deze twee dingen doet, dan beloof ik jou dat je betere uitkomsten dat je, dat je hebt. Dat je toekomst al beter is. Als, je, als jij 10 minuten, 5 minuten per dag mediteert. en je eet geen, geen niet veel te veel suiker. Uh, je, gewoon het beste wat je kan eten: is eieren, vlees, groenten, fruit, noten. Dat is alles. Je hoeft er niet eens te veel over na te denken. Als je denkt, het, hoe ik bepaal dat eten goed is, is gewoon... Ik vraag mezelf gewoon letterlijk af... Aten mijn voorouders dit? Aten mensen dit 10.000 jaar geleden? Aten mensen dit 5.000 jaar geleden? Aten mensen dit 1.000 jaar geleden? Als de antwoord, nee, antwoord nee is, dan eet ik het waarschijnlijk niet. Als de antwoord ja is, dan eet ik het. Dus gezonder eten en mediteren. Gewoon 5 tot 10 minuten per dag. Als je dit... Als je het een beetje consistent doet, je moet niet verwachten dat je dit in het begin gelijk elke dag gaat doen of dat het, dat het elke dag gaat lukken. Ik zou het gewoon aanraden om uh, het gezonder eten gewoon elke dag 1% beter te maken. En gewoon mediteren, gewoon te starten met drie minuten of zo. Um, en dat dan elke keer gewoon een beetje opbouwen. Um, en in het begin is mediteren echt kut. <laughs> ja, dat is gewoon zo. In het begin dan denk je van He, waar focus ik op? Wat, wat ben ik aan het doen? Hoort er allemaal bij. Focus gewoon op de, op de adem die in en uit je uh, neus gaat. Dat is gewoon letterlijk alles. Als je een goede app wil, uh, wil downloaden om te mediteren, dan uh, raad ik Medito aan. M-E-D-I-T-O. Uh, zij zij zet, hebben gewoon letterlijk een hele handleiding over hoe je moet mediteren. Ze kunnen gewoon uh, guided meditation. Uh, dus zij, zij begeleiden je gewoon letterlijk over, over wat je moet doen in je, in, in je meditatie. Um, als je dat een beetje consistent doet, kan je doorgaan naar level 2. En uh, level 2 zet je dan op level 1. Dus uh, dat is zonlicht en je slaapritme verbeteren. En gewoon überhaupt gewoon je slaap verbeteren. Um, dus zonlicht, gewoon elke dag even 10 minuutjes naar buiten, even een mooie wandeling maken. Mm. Nou, De voordelen heb ik allemaal opgenoemd. Dit is echt een van de ziekste dingen. Uh, en je slaapritme. Je slaapritme gewoon een beetje, beetje verbeteren. Dus wat je, niet, wat, wat, ik, wat je niet per se van mij hoeft te doen. Is uh, een wekker zetten om wakker te worden. Maar wat ik eerder aanraad. Is een wekker te zetten om hoe laat je naar bed gaat. En als je, dat, als je dat combineert met zonlicht in de ochtend. Dan word je eigenlijk automatisch al elke dag dezelfde tijd wakker. Als je elke dag dezelfde tijd naar bed gaat en zonlicht, eh, gewoon zonlicht een van de eerste dingen doet als je wakker wordt, dan, dan word je elke dag dezelfde dag wakker. Nou, dan slaap je ook beter, waar slaap goed voor. Te veel dingen om op te noemen, echt, ik zweer het je. Slaap, ik, ik noem even snel een paar dingen op. Impuls control, uh, dieper werken, betere focus, uh, minder emotioneel. Uh, Testosteron wordt letterlijk in je slaap gemaakt... Ja, ik, ga, ik, ga niet, ik ga het niet eens allemaal opnoemen. Ja, je gezondheid. Uh, als, je, als je wilt ook een, uh, een volle video maken over hoe je het best dieper kan slapen. Hoe je uh, sneller in slaap kan vallen, et cetera. Dan hoor ik dat ook wel in de comments. Uh, en dan kan je nog de tape, nu de, de tape erbij doen, uh, je bed opmaken en water drinken. Deze kan je nu ook nog toevoegen. Uh, level 3. Is de rest. <laughs> gewoon letterlijk de rest van de gewoon. Dus, uh, dit, kunnen, dit kan bijvoorbeeld zijn journaling. Uh, dus dan gewoon letterlijk opschrijven van ah, ik wil dit en dit en. Uh... Wacht, sorry, journaling. Je kan in het begin van de ochtend, wat ik je ook aanraad, is uh, doelen opschrijven die je, voor de die je voor vandaag wil behalen. Uh, je kan visualiseren. Uh, je kan gewoon letterlijk opschrijven, bijvoorbeeld, vijf dingen waar je dankbaar voor bent. Of zo. Um, nou ja, allemaal van dat soort dingen. Je kan workouts doen, je kan lezen in de ochtend. Ja, ik heb, ik heb hier een boek achter, maar ik weet niet. De Miracle Morning Routine. Uh, die, heeft, ja, die heeft gewoon een heel, hele. Uh, die heeft zes gewoontes die je kan doen in de ochtend. Uh, persoonlijk vind ik het niet heel chill om allemaal dingen te doen. Ik, ik schrijf bijvoorbeeld mijn doelen op uh, wat ik in de ochtend wil doen al voordat ik ga slapen. Ik lees voordat ik ga slapen. Um, allemaal dingen voordat ik ga slapen, omdat ik het gewoon chill vind om eigenlijk gewoon zo snel mogelijk te gaan werken. Mm. En het is gewoon echt. Ik denk oprecht dat dit een van de meest. Als je hier actie op onderneemt, denk ik dat dit een van de meest belangrijke dingen is. Die je kan doen. Ik heb, nu een, uh... ik heb nu een actie die jij moet ondernemen. Als je, als je deze actie niet onderneemt, dan uh, kan je gewoon deze video nu wegklikken, dan boeit het man me niet meer. Um, je, weet, je weet ongeveer wat je moet doen. Maar als jij denkt van ik wil echt echt die 1% worden, ik wil, ik wil echt succesvol worden, dan moet jij moet jij nu pen en papier pakken. Ik ga je een quote geven en die moet jij nu opschrijven. En dan denk ik van hun quote, een quote. Ja, een quote. Dus je kan de video nu op pauze zetten en dan kan je pen en papier pakken. Zoals dus het goed is, heb je nu pen en papier handen, Ben je klaar om een quote op te schrijven. De quote is: Ik ben. Ik verdien de gevolgen van mijn acties. Ik verdien de gevolgen van mijn acties. Ik verdien de gevolgen van mijn acties. Wat bedoel ik hiermee? Nou hartstikke simpel. Um, stel je doet de actie. Stel de actie die je uitvoert is dat je heel veel slecht eten gaat eten. Je eet allemaal heel veel suiker, heel veel uh, eten met allemaal heel veel suiker en shit. Um, heel veel suiker, heel veel vetten, slechte vetten, niet goede vetten. <laughs> heel veel suiker. Dan is het gevolg daarvan dat jij hartstikke dik wordt. Stel Stel dat je besluit om, om allemaal videogames te gaan spelen, dan is het gevolg daarvan dat je gameverslaafd wordt, um, dat je niet gedisciplineerd bent, dat je ongelukkiger voelt. Maar stel dat jij denkt van, ai, ai, vandaag is mijn dag, ik ga echt, ik ga een workout doen, ik ga clean eten, dan is het gevolg dat jij een sixpack krijgt. Als jij gewoon heel veel app-workouts doet en je. En je uh, eet gezond over een lange periode, dan kan het niet anders dat jij een sixpack krijgt. Ik ben het gevolg van mijn acties. En dit is echt heel belangrijk om te weten. Dit is echt, deze mindset heeft mij oprecht echt veranderd. Want zoveel, zoveel jonge mannen zijn gewoon echt overprikkeld. Zoveel, zoveel jonge mannen weten gewoon niet meer wat ze aan moeten met hun leven. Ze, ze worden allemaal dingen opgelegd. Ze leren, over, ze leren over allemaal wiskundige formules en alles op school. Terwijl, terwijl ze helemaal niet leren wat, wat het nou echt is om een man te zijn. Wat het is om hoe, hoe, hoe jij gelukkig kan worden. Ik zeg echt niet dat we allemaal rijk moeten worden met z'n allen. We, we hoeven echt niet met z'n allen uh, 100.000 euro per maand te verdienen. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat je, dat je gewoon goed kan zorgen voor de mensen om je heen als het, als het nodig is. Het, het is gewoon belangrijk om gelukkig te worden. Maar dat leer je allemaal, dat leer je gewoon letterlijk nergens. Depressie, mensen die depressief zijn is dus nog nooit zo hoog geweest. Uh, testosteron gaat letterlijk met 2,5% per jaar naar beneden. Erectiestoornissen worden gewoon oprecht bijna normaal gemaakt. Mensen hebben overgewicht, obesitas, verslavingen. Ik wil deze mensen helpen. Ik wil hier tegen vechten. Ik, ik ben er klaar mee om zo te leven. Ik ben er oprecht. Hoeveel mensen zeggen dat ze er klaar mee zijn om, om zo te leven, om 10 uur per dag videogames te spelen en dan vervolgens niet kunnen slapen omdat je alleen maar met fucking Fortnite in je hoofd zit? Hoeveel mensen hebben dat tegen jou gezegd? Hoeveel mensen. Kijk eens naar hoeveel mensen depressief zijn. Kijk eens naar hoeveel mensen een erectiestoornis hebben. Kijk eens naar hoeveel mensen obesitas hebben. Ga gewoon op straat. En kijk hoeveel mensen letterlijk gewoon, ge, gewoon geen connectie meer hebben gewoon met letterlijk de buitenwereld. Allemaal zitten ze op hun telefoon, allemaal zitten ze met, met fucking oortjes in, koptelefoon op. Ik ben er klaar mee. Deze, deze bedrijven, die grote bedrijven, uh, gamebedrijven, social media bedrijven, pornobedrijven, ze hebben ons allemaal zo erg in bedwang gehouden en ik ga hier tegen vechten. Ik ben er klaar mee. Dit is niet zomaar een YouTube-kanaal. Als jij denkt van, oh ja, dit is gewoon weer zo'n normaal YouTube-kanaal. Nee, dat is het niet. Dit YouTube-kanaal gaat vechten. En als jij het gevecht wil joinen, dan kan dat. Maar dan moet je eerst jezelf verbeteren. Dan moet je eerst zelf zorgen dat je niet meer afhankelijk bent van al deze verslavingen. Dat je niet meer afhankelijk bent van. Van porno, van videogames, van uh, slecht eten, van social media. En nu heb je allemaal, allemaal limiterende gedachten. Allemaal gedachten die nu, excuses gewoon, die gewoon opkomen en die denken van... Nee, maar uh, ik wil social media niet verwijderen, want uh, dan kan ik anders niet meer met deze en deze spreken. Of uh, Het is gewoon letterlijk FOMO. Als jij nu... Als jij social media niet verwijt, is het gewoon FOMO. Heel simpel. Dan moet je gewoon tegen jezelf zeggen, ik heb FOMO. FOMO betekent trouwens Fear of Missing Out. Uh, komt door je amygdala. Er zijn twee kanten van, aan deze oorlog. Ik heb letterlijk net de oorlog verklaard, verklaard aan grote bedrijven. Je hebt twee kanten. De ene kant zijn de grote bedrijven... De grote bedrijven die, die de gemiddelde mens nu depressief maken. Die, die testosteron omlaag halen, die de gemiddelde mens overgewicht geven. En je hebt deze kant: de kant die daartegen vecht. De kant die zegt: nee, nu is het er klaar. Nu ben ik er klaar mee. Ik ben er klaar mee om, om me slecht te voelen. Ik ben er klaar mee dat. Dat mensen, dat allemaal bedrijven mij depressief willen maken. Ik, het is nu gewoon genoeg. En daarvoor heb ik dit YouTube kanaal opgericht. Om een community te maken tegen, met mensen die, gewoon, die, die zich collectief verzamelen. Die zich verzamelen en vechten tegen die grote bedrijven. Als genoeg mensen opstaan tegen die grote bedrijven. Als genoeg mensen zeggen van nee, het is genoeg hier. Dan hebben die grote bedrijven een probleem lekker voor ze. Ik wil deze video gewoon eindigen met, met gewoon één zin. En dat is, jij bent het gevolg van je acties. Jij bent het gevolg, jij bent het gevolg van de acties die je nu onderneemt. Zorg dat je, dat je, dat je toekomstige zelf trots op je is. Dat je niet, dat je niet terugkijkt en denkt van... Ah shit, wat heeft hij nou weer gedaan? Zorg dat je toekomstige zelf trots op je is. Je bent het gevolg van je acties.